Welkom bij de yoga in Deventer en omgeving. Elke week dan doen we een thema bij de yoga. En ik probeer altijd thema's te doen waar je in het dagelijks leven ook wat aan hebt. En een thema wat ik regelmatig gebruik, dat is aarden en aardingsoefeningen. En dat doe ik heel graag omdat, ja, voor sommigen is yoga nog wel eens zweverig. En als je dan komt met aarden en aardingsoefeningen, dan is het nog wel eens van, ja, wat moet ik daarmee? Maar in Nederland is het, ik zal het niet zeggen verplicht, maar je betaalt wel veel meer verzekeringspremie. Als een molen of een kerk of een huis met een rieten dak niet geaard is. Niet van die koperen lijnen er langs heen. Ja, want slaat de bliksem erin, dan kan die spanning afvoeren. En wij mensen mogen, ja, zeg wel eens helaas, ongeaard rondlopen. Dat aarden, dat als je lekker in je vel zit, dan doe je dat eigenlijk al vanzelf. Een kind wat kwaad is en zijn zin niet krijgt, dat stampt op de grond. Om spanningen, frustratie los te laten. En misschien merk jij het ook wel eens, dat als je niet lekker in je vel zit, dat je dan wat langer onder de douche staat. Of dat je behoefte hebt om naar de sauna te gaan. Allemaal manieren, want water is ook heel goed om spanningen los te laten. Hè, om dat af te laten vloeien. En bij de yoga hebben we daar speciale oefeningen voor. Aardingsoefeningen. Waarbij we de aandacht in de benen houden. En waarbij we die benen krachtig gebruiken. Maar ook massages en zo. En dat is een hele mooie manier om de adem in de buik te krijgen, want een hoge adem geeft vaak meer stress dan een lage adem. En je slaapt er lekker op aardingsoefeningen. En zo heeft het heel veel voordelen. Wil jij eens zo'n aardingsles meemaken? Mail mij dan, info@yogaberrydeventer.nl. Of kijk eens op mijn website, www.yogaberrydeventer.nl. Je bent altijd welkom voor een gratis proefles. Met een yoga groet en tot op.